Binnen de kortste keren sloegen de vlammen uit het dak van het monumentale pand aan de Stationsstraat in Gelder op. En hoewel het een oefening was, dit was toch niet helemaal de bedoeling. We krijgen soms de gelegenheid om in een pand als dit, om daar realistisch te oefenen. Die kans hebben wij niet veel, dus we nemen die met beide handen aan. We hebben hier ook al meerdere keren, de afgelopen weken al diverse keren geoefend, waar het iedere keer wel goed is gegaan. Vanmorgen was goed te zien dat de brand het pand helemaal verwoest heeft. Het pand stond al een tijdje leeg en zou gesloopt worden. Op dezelfde plek moeten nieuwe, luxe appartementen komen. Ook voor de brandweer zelf kwam de plotselinge brand als een verrassing. Waarschijnlijk is de brand ontstaan omdat er ook met echt vuur geoefend werd. Het werken met oefenrook en met allerlei andere lichteffecten is toch niet de beleving die een brandweerman heeft voor het echte werk. Dus daar waar we dat kunnen benaderen, doen we dat heel graag. En is ook echt nodig voor de vakbekwaamheid van onze mensen. Een goede oefening was het dus zeker. Omdat het gebouw toch tegen de vlakte moet, valt de schade relatief mee. De nieuw te bouwen appartementen lopen zeer waarschijnlijk geen vertraging op.